Het is lekker weer. Wat heb jij bij me? Oh, Amy komt hier zo, want wij hebben boven de tafel een plek waar we echt heel graag een heel groot kunstwerk willen. En toen zei Amy, ik zie daar een plek boven jouw tafel waar die snakt naar een kunstwerk. Mag ik daar iets voor maken? Ik zei, ja, graag. Komt zo even kijken naar de ruimte. Ter inspiratie. En we hadden afgesproken om volledig in estate sale gekleed te gaan vandaag. Dus deze broek van Dolce & Gabbana. Deze van Escada. En natuurlijk Burberry tas. Ja, dus het is een ruit met bloemen met panter. Een beetje een de sand mix. Daarna gaan we samen even lekker kringlopen hier in de buurt. Dus of ik ga voorstellen naar Haarlem te gaan. Want ik kreeg van jullie heel vaak al de tip. Ga naar Zolder 13. En ik ben er nooit geweest. Of we gaan gewoon naar onze rattenplan hier in Amsterdam. En het is een klein beetje cheaten. Want deze broek heb ik echt al 10 keer aangehad. En deze al 100 keer. Alleen het jasje is de eerste keer dat ik het aan heb. Maar dat komt omdat het ook nog dingen moet laten stomen. Ik kan niet alles nog aan. Dus dat moet echt nog een beetje inbedden. Toen vroegen heel veel mensen wanneer komt het vervolg. Dat komt eraan. Alleen dat is echt iets wat ik pas kan doen als ik tijd over heb. Dus heel tijdrovend dat researchen. Zodra ik bij ben, nu doordat we ziek waren, de laatste keer dat ik het zeg, was ik weer achter. Dus dat is een luxe product wat alleen maar kan als ik extra tijd heb. Dus ik denk pas na kerst en zo. Ik heb het nu gewoon druk. Oké, ik ga wachten op Amy. Ik ga even een glas water drinken. Heel druk. Ik had al gezegd dat wij de challenge hadden om geheel in estate sale te gaan. Dat heb ik dus. En nu jij. Oké, dus deze. Ja, die was ik gewoon helemaal vergeten. Ik moet zeggen dat ik alles ben vergeten wat jij hebt. Heel fijn. Oké, dus dan. Dus, want ik weet niet eens wat voor merk het is, maar het is gewoon fake for sales natuurlijk. Ja. Maar heel leuk. Ja. Dan. Valentino. Oh, wat erg, hè? Wat erg, hè? Dat jij gewoon een Valentino jas hebt. Ik heb een Valentino. Ik ben net een beetje nat geworden door schil. Maar Valentino, hij is gewoon echt Valentino. Maar draag je hem vaak? Ja. Of moest je je nu echt ertoe zetten? Nee. Ik draag hem vaak, want ik vind hem echt wel heel vet. Want je hebt natuurlijk. Ik heb wel die brede schouders. Ja. Maar ik bedoel, je hebt ook Frankie Shop, weet je wel, die coats. Die hebben precies dit. Ja. Dat dus, is toch juist de hele look? Doe even uit, want dan wil ik hem even laten zien met het label. Ja, want mijn nichtje zei, kijk, want vroeger deden ze dus dubbele label. Dus je hebt zeg maar altijd een heel fashion. Ja, dus die verkochten dit. Precies, en dan is hij dus van Valentino. Godzame. Ja, echt ongelooflijk goede vondst. Toch? Ja. Kijk, jij was de tweede keer mee, toch? Nee. De tweede keer, ja. Toch? Ja, weet ik niet. Het ging allemaal zo snel. Ik doe hem even aan. Nee. Even voelen hoe die zit. Ja. Snap je? Ja, hij is ook lang en dat bruine. Ja, is mooi, hè? Ja. Dus dit is Estate Sale. Ja, en welk merk is dit? Of ja, heb het nog niet opgezocht. Ah, wat staat erin dan? Rooty. Oh. Ja, maar ik heb dus sommige merken die zien er kwalitatief uit, maar ik ken ze niet. Nou, er hoort dus een rok bij. Oh ja. Amy is dus kunstenares. Dat kunstwerk in de gang. Ja. Kunnen we het wel even? Ben je er heel blij mee? Fucking blij. Weet je waarom? Nou, kijk. Je hebt een hele lange zichtlijn. Oh, dat is heel mooi. Dus je loopt. Ja, heel lang. Dit stuk is echt lang, hè? Al die tijd kan je dus naar dit werk kijken. Ik zal even beginnen met het probleem, met de probleemstelling. Ja. Hier hangt nog niks, omdat het eigenlijk een liggende vorm is. Maar dat bestaat bijna nooit. Nee. Hoe komt dat? Ja, waarom zijn alle schilderijen staand? Nou, omdat ik denk dat heel veel mensen het mooi vinden liggend. Ja. En ook qua kunst, wel, als zeg maar kunstenaar abstract wordt vaak een horizon. Ja, en dat is niet goed. Nou, dus veel mensen doen dat niet, nee. Vinden het niet mooi. Of moeten we hier twee recht op staan hebben? Dat zou ook nog kunnen. Omdat liggen toch. Maar dan heb je een. Een tweeluik. Ja, dat ze bijvoorbeeld doorlopen. Ja, dat kan. Maar dan wel een. Ja. Ze hangen dus los van elkaar. Ja, maar ze hebben een verhaal. Ja. Met z'n tweeën. Ja. Oh. Dat kan wel. Dat is ook heel vet. Ja, dus voor jou voel je daar meteen bij van ja, daar heb ik zin in. Dat is beter dan. Ja. Want heel vaak is een liggend schilderij. Het kan wel, maar het wordt vaak zo ouderwets. Ja. Ik dacht ook, het is ouderwets als het bijvoorbeeld boven je bank hangt. In een lege muur. Maar als het helemaal dit stuk vult, dan is het, is het niet ouderwets. Dan is het bijna een soort behang, maar dan een kunstwerk. Dus dat, ja, dan moet jij maar even. Of je doet dus, wat ik vind heel vet, dat je 2 vierkanten doet en het ding loopt door. Dat is heel vet. Dat zou ik doen. Ja.
Nou, en ik laat het aan jou. Maar en hou je de tafel kleur? Weet ik niet. Kijk, hij is niet mooi gelakt. Je ziet zeg maar lakstroken. Dus hij is nu nog niet af. Dus wat er moet gebeuren is nog één laag matte lak. Ja. Waardoor hij op zijn minst goed geverfd is. Dan past hij dus niet bij de stoelen. Dus dan moeten de stoelen dus een andere kleur. Ja. Dus, maar of ga je hele andere stoelen, of ga je deze stoelen houden? Of ik hou de stoelen en ik maak de tafel een andere kleur. Oeh, lastig. Maar ja, als het schilderij hier eenmaal is, gaat die meetellen in de keuze. Dus stel dat jij het schilderij nu maakt, ja, dan wordt de tafel afgestemd op het schilderij. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je iets maakt wat daarna dan niet meer bij de tafel past als ik het ga verven. Nee, oké, okay, maar wat voor kleuren zou je dan willen? In het huis? Ja, in het schilderij. Wil je zeg maar dat het terugkomt, zeg maar, je kleuren van je bank, ga je die houden, weet je, of wil je gewoon... Dit gaat gewoon een stap te ver, om die bank, die ik hier echt absoluut niet wil hebben, ook nog als inspiratie te nemen. Ik vind het ook knap dat Ritje gewonnen heeft. Ja. Nee, dus kleurwise, die banken blijven voorlopig zeker. We zijn er echt nu heel blij met die gouden pootjes zijn nieuw. Maar deze kleuren kunnen allemaal terugkomen in het schilderij. Ja, is, wil je dat, of wil je juist... Wil jij dat? Ik kan alles voor je wil. Jij bent hier de kleurenexpert, vind ik. Kijk, want het schilderij wat ik eerst voor je had gemaakt, ja, dat is heel vet. Want eigenlijk alle kleuren zitten in je huis. Ja, dus dat is automatisch gegaan. Ja, maar wil je dan? Kijk, het mag bijvoorbeeld voor mij ook gewoon alleen maar blauw tinten zijn ofzo. Dat is ook vet. Dus dat is multicolor. Ja. En het huis is multicolor, maar dat hier misschien iets heel geks, maar alleen maar beiges. Ja. Zou zelfs ook leuk kunnen zijn. Zou ook leuk, want je beugel is anders dan deze kant. Oké, ik ga even nadenken. Ja, laat me even bezinken. Maar even gaan we wel voor die twee vierkanten. Nou, ik heb toen dat gouden rondje bij jou gezien. Die 3D. Nou, ja. Ga jij daarmee door? Ja. Wil je 3D liever? Wil je de nieuwe collectie? Eigenlijk wil ik wel, zou ik best wel iets willen wat totaal niet daar blijft. Dus het kan ook een heel groot wit vlak zijn met een klein goud bolletje of zo. Dat is ook vet. Ja, dat het meer structuur is dan kleur. Ik ga even nadenken. Ja! Oh, we zijn er jongens. Eem en ik zijn hier allebei. 80 parkeerplaatsen. Oh! We zijn hier allebei nog nooit geweest, maar we zijn helemaal enthousiast omdat er zoveel parkeerplekken zijn. Op dit van wie? Ja, heel veel kijkers, nou, maar hij staat niet goed op Maps. Dus als ik Google kringloopwinkel, staat deze er nooit bij. Daarom wist ik het eigenlijk niet. Dus dankjewel weer kijkertjes. Ach, een witte kerstafdeling. Heb je nog iets nodig? Een rond tafeltje. Oh ja. Oh, wat een mooie kerstafdeling. Oh, hier wil ik even rustig kijken hoor, Eem. Heb jij haast? Oké, echte kaarsjes in de boom kan je hiermee doen, maar dat wil ik niet. Nee, maar ook omdat het heel mooi licht is. Ik vind het wel lekker dat dit een 3D object is. €24. Ik weet ook niet, ik vind niet per se kerst, dit kan altijd wel. Nee, klopt. Deze is 1,40 bij 1,70, dus te klein voor mijn tafel. Nou, wel een schatje. Een hele mooie... Hele mooie kerstafdeling, hè? Het is heel mooi. Is dit bij kerst echt zo gaan stilstaan en kijken? Want anders zie je het helemaal niet. Klopt. Het is te veel. Ja. Ja, voor stomme dingen niet. Kijk, ik heb hier vier hele mooie strikken. Die gaan in mijn guirlande. Kijk, lekkere grote bal. Deze gaat ook mee op tafel. Ik vind het ook heel mooi. Heel mooi. Maar dit is permanent. Nou, het is wel wat je kan doen in huis. Dan hang je hem op. Hier. En dan doe je daar een kaars. Ja, maar waar past, vind jij dit in mijn huis passen? Maar is er nog één? Nee. 6,50. Ja, deze is 7,50. Ja, ik vind het chic, maar niet in mijn huis passen. Ik kan hem ook gewoon neerzetten. Als boekensteun. Ja. Het is plastic.
En geen zijde. Nee, ik neem er 1, 2, 3. Ja, dat is leuk. Ik twijfel aan deze appels, maar ik neem het toch maar even wel. Ik doe het even in de mand, maar ik twijfel nog. We zijn bij meubels, dus daar gaan we nu eventjes kijken. Ja, Inge gaat voor heel veel geld lately. Ja. Ja. Hey, ik zie namelijk wat ik moet hebben. Ja. Hoi, goeiedag man. 495, een kamerscherm. Hoeveel? 495. Nou, heel geweldig. Ja. Ze hebben heel veel schattige dingetjes, dit ook. Dan kom je het opeens niet meer tegen. Ja. Die opkopers, ja, die verkopen het voor heel veel meer. Ja. Deze zijn ook leuk voor de kinderhoek hoor. Jeetje, lekker gold. Ja. Leuk, zo kinderachtig. Ja, wel mooi. Ja. Tafeltjes en tafeltjes. Dit is een lekker opruim proefje. How much? 25 euro. Ah, ja. En deze? Ook 25. Ja, dus het is een fijne winkel. Ja, echt mooi. Veel mooie spullen, maar niet goedkoop. Ja. Dit is een mooie kap hoor. Ja, die is mooi hè? Ja, die staat leuk bij iets hoor. Vind je een standaard hier staat alleen geen prijs op. Aha! Even een pareltje. Ja, maar deze. Oh, wat een heerlijk is deze. Dat is wel mooi hè? Ja. Heb je nog plek? Je ziet hem bijna niet op camera. Massief epoxy. Waar mist hij een ring of niet? Ja. Het is gewoon wel fashion. Zeker. Vind jij dit in mijn huis passen wel weer, hè? Ja. Ik vind hem vet hoor. Ik ook. Is hij goed? Onder een beetje crush, maar ja. Hij is hier heel goed. Ja. Hij is wel mooi. De glas. Ja, het is koud. Het is glas. Ja, zo voelt hij ook. Ik vind het ook wel een goede prijs voor een lamp. In mandje? Ja. Ja, hij voelt mijn gezicht nu. Nee. Dat stoel van het zwarte maakt het wel heel cool. Helaas. Ja, moet ik dat op die poot? Ja, dat is weird. Dit hoort bij iets anders. Er hoort nog iets op, want anders kan je hem nooit bevestigen. Ja, klopt. Hij moet zo. Ik denk dat hij zo op een poot moet. Oh, op zo'n staande. Ja. 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 Ja, dat is het. Op een staande. Ja. En deze zilveren dan? Ja, het is ook heel mooi. Past in principe wel ook in ons huis. Ja. Maar ik vind die gewoon specialer. Ik ga deze denk ik op die jaren 70 kast zetten. Ja, dat is nog een licht. Hij zit hier in de feesthoek en dat is natuurlijk één groot feest voor ons. Oh. Heel lager, ja. Oh. Oh, dit is best wel tof. Is het ook voor de kerst? Oh, één! Oh, die moet jij! Ze zijn ongedragen. Maat S. Oh, die moet jij aan voor thuis. Oh, dat is heel schattig. Sorry, ik word nieuwsgierig. Ik ben jullie enthousiast om te eten. Oh ja. Dit is heel leuk. Doe er maar even in. Ik ga zo aan. Jij moet deze dit cape. Dit moet jij. Je moet, tabbert is dit. Je moet daar iets mee. Is het een tabbert? Ja, moet ik dit niet meenemen voor werk? Of ga jij meenemen? Is dit cultural appropriation of niet? I don't know. Ik dacht gewoon fashion. Ja, we moeten hem. Ik neem de eerste rechter erop. Ja. 58. Maar ik laat hem in ieder geval niet liggen. Nee, dat is juist te mooi. Ja. En als die niet voor mij is, dan is die voor jouw werk ook leuk. Maar je mag hem ook altijd lenen natuurlijk. Waarom? Dan weet ik waar die is. Hartstikke mooi service. Zij je? Hier word je ook wel vrolijk van. Deze trekt mij erg aan.
7 euro. Ik heb niet echt plek ervoor. We hebben zulke vrolijke dingen. Ja. Enig. De conclusie is dat er staan dus nieuwe dingen van Paul's Potten. Ja, die is wel vervelend ertussen. Ja. En er staan dus vintage dingen die dus ook vintage prijzen hebben. En er staan kringloopdingen. Je hebt dus echt hele dure dingen. Ja. En dan dus de dingen waarvan je dan denkt van nou oké, daar komt een grote prijs. En dan valt het mee. Valt het weer mee, ja. Nou ja, maar ik ga thuis even laten zien wat ik allemaal heb gevonden. Ja, ik weet, volgens mij hebben jullie het dus niet eens. Nou, het was dus hartstikke leuk bij Zolder 23. Maar ik denk dat je de mindset moet hebben dat je naar een winkel gaat met nieuwe dingen, vintage dingen en kringloopspullen. En dan is het helemaal goed. Heel mooi licht, geweldige shop. En wat jullie niet hadden gezien is dus een glitter paillettenbroek. En ik zal even een foto invoegen van Richie. Want die had hem aan dat hij heeft voor kerst van zijn bedrijf een feest en het thema is glitter. En hij heeft natuurlijk nooit iets in zijn maat in glitter. Dus hij was heel blij mee. Die was 8,50. Ik ben vooral met dit verhaal heel blij. Deze kap was 4,50. Heeft dus een mooie geweven kap met keperbinding. Een soort tape. Ja, eigenlijk een combinatie tussen canvas en keper. Misschien kunnen jullie het zien. Dus er zit een structuurverschil tussen de streep, tussen de zwarte en de witte streep. Ook zelfs mooi waar die samenkomt. En zwart-wit heeft gewoon een beetje die stoere body die je af en toe bij mijn huis in ieder geval nodig hebt. 4,50 en die hoort bij deze hele mooie lamp. Hij heeft dus aan de onderkant plastic. En in die tape zitten krasjes. Maar even de kap erop zetten. Nou, in ieder geval goud met glas, 17,50. Ik had nog een paar plekjes in het huis waar ik wat licht nodig had, 's avonds. Ik zal even laten zien waar die komt te staan. Deze waren 1,50 per stuk. En komen denk ik zo in de kilanden. En als laatste, deze was 1 euro. Een beetje de gebladderde gouden. En daar kunnen vaccinelichtjes in. Vind ik leuk om erbij te leggen. Ik heb wel al wat hoge kandelaar, maar nog niks laags. Dus dat was de vlog voor deze keer, jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te liken. Bye!